De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robert Dijkgraaf, en zijn Surinaamse collega, Henry Ory, hebben vandaag een Memorandum of Understanding getekend. De overeenkomst moet de onderwijsgebieden tussen Suriname en Nederland versterken, maar meer nog een betere samenwerking bewerkstelligen tussen de twee naties. Welkom iedereen, welkom iedereen. Zo ging het vandaag aan toe op OS Hannaslus. In het kader van de samenwerking is er een bezoek gebracht aan een kinderrijke omgeving om aan te tonen hoe belangrijk de basis van onderwijs is, zegt minister Ory. De bewindslieden werden warm onthaald door de leerlingen en onderwijspersoneel. De overeenkomst is getekend voor 2 jaren en volgens minister Ory is er veel werk aan de winkel. We gaan ook met de inspectie vernieuwingen aanbrengen. We zijn ook net geweest op de universiteit. We gaan daar proberen samenwerken met de universiteiten in Nederland. Het is kortom een breed scala van punten. We gaan komende 2 jaar enorm hard werken om op het niveau van instituten te helpen, ondersteuning te geven op het niveau van de lerarenopleiding. Kortom, er zijn veel aspecten waar we met elkaar een stukje versterking gaan aanbieden, ondersteuning om een aantal processen in Suriname in het onderwijs kwalitatief te verbeteren. Ory zegt dat het belangrijk is om de jeugd mee te nemen in de door te voeren ontwikkelingen en vernieuwingen. Volgens Dijkgraaf zal er gekeken worden hoe de belanghebbende instellingen aan elkaar verbonden kunnen worden binnen het af te leggen samenwerkingstraject. We gaan ook kijken hoe de docenten, hoe we studenten meer met elkaar kunnen verbinden, maar ook heel belangrijk hoe we kunnen zorgen dat het onderwijs opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Als op het moment dat deze kinderen gaan werken, dan zal ongetwijfeld het land er anders uitzien. Is er weer behoefte aan andere talenten, aan andere skills. En dat is een probleem in ieder land, ook in Nederland. Er is heel veel kennis die we opdoen. Dus de kennis in Suriname, dus we voelen ook van de onderwerpen die we hier hebben, zijn onderwerpen die voor ons allebei van belang zijn. Maar we kunnen echt met onze eigen inzichten, door die bij elkaar te brengen, kunnen we ons versterken. En ik moet zeggen ook vanuit mijn perspectief is echt het doel hier natuurlijk om de band tussen Nederland en Suriname te intensiveren. Dat is ook ons kabinetsbeleid, daar willen we echt aan werken. Ik denk dat onderwijs een hele mooie component is om dat te doen. De Nederlandse minister stelt dat alle plannen in het licht moeten zijn van de samenwerking. Dat moet resulteren in voordelen voor het onderwijs. Er moet niet alleen praktisch worden samengewerkt in het onderwijs, maar ook de ministeries moeten een hechtere samenwerking aangaan. De delegatie heeft vandaag ook bezoeken gebracht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Polytechnisch College PTC.